Bingo Town. Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe Vraagje Vrijdag. Hier op de vrijdag op Anentown om 4 uur. Het is weer zover. We hebben er zin in. We zijn vandaag met Jordi en Anna. Natuurlijk ook Rick. Nou, ik heb er zin in, jongens. Zo. Mensen zijn zo enthousiast. Vraagje Vrijdag. We hebben vandaag vragen voor jullie. En nou, Jordi, lees de eerste vraag maar op. Maar waarom ik eigenlijk? Omdat jij dan mijn briljant hebt. Ja, maar als ik hem nou aan jou geef, moet jij het dan oplezen? Ja, ga ik oplezen. Okay. Oh wow, gewoon zo, hij heeft mijn mobiel afgepakt. Hij heeft mijn mobiel afgepakt. Wat is het nou weer? Iemand vraagt, waarom de fuck heeft Rick in het begin van de vorige Vraagje Vrijdag een mes in een rood drankje vast? Om het rode drankje, thee, mee te roeren. Is toch logisch? Waar roer je anders mee dan? Wat dacht je van wat deze dingen die heel mooi daar liggen? Fles, soep eet je met een mes. Oh. Oké. Okay. Volgende vraag. Welke is dit? Dit is dus een lepel. Dat is een lepel, hoe wil je het dan noemen? Dat is zo'n halve pijn en boog. Daar kan je pijn en boog van maken. Oh ja, dat klopt, dat heb ik gezien. Heb je er 2 van nodig? Ja, nee, 3, want je moet ook nog 1 schieten. Kun je pijn met de video? Oké, welke internetgekkers vinden jullie het leukste? Dus de Avond Games vind ik leuk. Ik vind UFO meneer wel vet, hè. UFO meneer? Die is Utrecht. Die. Ik heb Anna dus laatst alle internetgekkies laten zien. Mm-hmm. Ja. Ik denk dat ik toch wel de man van de... Ja, ik loop alleen maar rondjes. Rondjes, man. Ja, die vind ik wel leuk. Dat is bier halen. Weet ik niet. 5 euro op je mijl. Op je mijl, nooit geen geld. Maar ook weet je wel nog. Ja, alleen die man is echt beter, hè? Beter. Beter. Die is wel leuk. 0,30. Beter als 0,20. Zeker weten. We nog meer vragen. Nee. Doei. Nee. Einde video. Wie is nu homo van jullie? Ja, ik ben weg. Dus dan moet iemand homo zijn. Iemand reageert erop. Yes. Wie niet? Ja, ik weet het. Misschien dat er een video komt dat ik met Jeff een relatie heb. Dat is er mis met Thomas. Hij is gewoon niet homo. Hij is niet homo. Nee, daarom accepteer je hem niet. Iedereen accepteert hem wel. Oh, wacht. Dus je accepteert hem wel? Nou, in zekere mate. Wie vindt hem ook? Ik vind hem... Wow! Ja, nou. Ik heb een lekkere hand op Ja, ik zat er niet bij. Ja, ik vond het zo raar dat ik alleen een hand om Anna heen sloeg. Dus ik dacht, ja, de rest was misschien ook een beetje van dit. Je slaat je hand er niet mee, je slaat je arm er al in, pik. Mijn handarm, staat mijn hand zo. Als je je hand eromheen staat, dan sla je me gewoon voor mijn bek. Doe ik ook altijd. Zo, en hoor dat er maar eens eventjes. Zo gaat Rick met zijn meisjes om. Oh, ja. Dus een Rick van is die harde. Daarom lopen ze meestal weg, dat is alweer een nadeel. Zie je, daar heb je dat weer. Ja, dan gaan ze alweer. Kijk, Jordi stond dus gewoon. Kijk, nu heb ik gewoon een wapen gemaakt, nu kan ik je prikken. Auw! Rick gaat stijgen. Rick wordt neergestoken. Rick gaat fout. Oké, iemand vraagt: wat doe je als je een eekhoorn zou zijn? Wat zou je doen? Eekhoorn dingen. Wat dacht je van eikeltjes verzamelen? Ik zou fucking veel nuts inderdaad verzamelen. Ja, noten in mijn mond. Alle noten verzamelen in mijn mond. Je weet toch hoe dat gaat. En dan keihard een winterslaap houden. Zou ik niet aan Biontown of mee te doen. Oh. Dat zou fijn goeie, zijn. Goeie. Levi Donkers vraagt, wat zijn jullie lievelingsfilm? Wil je nou één film of meerdere films, Levi? Wat is lievelingsfilm? Oké, mijn lievelingsfilm is denk ik... 50 Shades of Grey. Yeah. Oké, Jordi? Ik zou mijn god niet weten. Echt, dat is echt zo'n hele ingewikkelde vraag. Het is net zo'n vraag, wat is je lievelingsboek? Ik lees geen boeken, dus dat kan al sowieso. Ja, dat is een moeilijke vraag dan. Nou, wat heb jij? 2 films die ik echt super tof vind. Ja, 1 hè? Wat is lievelingsfilm? Jullie hebben allebei geen, dus ik mag er 2. Indie Game The Movie vind ik echt fantastisch. Ja? Dat is een documentaire toch? Is ook een film. Documentaire is film. En Django Unchained. Nice. Alles met Django. Nee, maar de eerste helft van Django Unchained was gewoon beter. En ja, de tweede helft was gewoon saai. Beter, hè? Maar zeker een goede film, Django. Zekers. Nou... Nee, niet? Vond je niet? Wat is jouw favoriete film? Anna Panna. Een Franse film. La Vie en Rose. Het gaat over Edith Piaf. Ja, die ken ik niet. Ja, die ken ik niet. Het gaat over zou wel een stomme film zijn. Ja, dus een Franse film, boeien, volgende vraag. Weet je welke film vet is? Een Serbian film. Wie? Oh, die heb ik een stukje van gezien. Dat is een man die heeft seks met een baby. Oh, ja. Okay. Ja, dat is echt... Niet opzoeken op Google. Nee, dat niet Thomas Twitter twitterde. Ja, en ik dacht, hé, wat is het? En toen dacht ik, oh ja. Ik ging het plot lezen. En mensen, een Serbian film. Het gaat over een pornoacteur en die is met pensioen. En dan krijgt hij van een mysterieuze opdrachtgever van weer nog 1 keer heel veel geld verdienen. En dan moet hij dus allemaal baby's verkrachten en zo. Ja. En vrouwen in stukken houden en seks met ze. En daar is helemaal een pet. Ik vang daarop. Iemand vraagt ons. Die film heeft serieus gewoon een betere beoordeling dan fucking 50 Grades of Shade. Oké, Timo vraagt, wat zou je doen als je succesvol bent?
Dat weet ik, ik word wel niet succesvol, dus dat denk ik niet over na. Ah, weet je dat al? Wij zouden op een bank zitten en een vraagje vrijdag opnemen. Dat doen we als succes. Zeg maar, zo succesvol kan ik nooit worden, want ik zit bij Biotown. Zit op dit moment, waar zit ik dan? Ik zit toch hier? Zit toch hier? Wat doe je nou weer voor lullig? Hier? Echt? Prik haar maar. Oké, volgende vraag. Kan Bardo ook vliegen? Nou, hij kan wel heel snel neervallen. Nou, maar dat kan niet. In de dinsdagtip hebben we dat. Wat kan? Een dinsdagtip van. Maar dit is een touwtje. Ja, maar in de dinsdagtip gaan ze dat zien. In de dinsdagtip gaan jullie zien of Bardo kan vliegen of niet. Het lang verwachte antwoord gaat komen. Ja, het lang verwachte antwoord. Ik denk dat je het zelf ook wel kan raden. Ik heb een zeer belangrijke vraag. Hier komt ie, hè? Oh ja. Waarom is Rick zo knap? Want. Ik kan me zo echt onmogelijk op deze video concentreren. Ik ga niet de naam zeggen, want het is zielig. Rick, waarom ben jij zo ongelooflijk knap? Misschien moeten we het Anna vragen. Anna is zo ongelooflijk knap. Je hoeft er geen reden voor te zijn. Tuurlijk wel. Er is toch een reden waarom die, sexy is? Nou, door zijn ouders. Door zijn... Wat? Wow! Het gaat verkeerd. Dat is raar. Sexy ouders? Nee! Oké, dank je. Zo bedoel ik het ook helemaal niet. Ik genetisch gewoon de genen hebt, maar... Die jou sexy maken. Oh, ja. Ik heb dingen met genen en zo. Maar Anna, vertel dan eens, wat vind jij nou echt, wat vind jij nou het leukste aan je? Ja. Want dat kan wij snappen het niet hoor. Nee, inderdaad, dat is echt, dit is een raadsel. Nou, waarom zit ik? Ja, zit ik in jou? Ik ben ook benieuwd. Kijk. Wat vind je eigenlijk leuk aan mij, hè? Huh? Nou, laten we het anders even andersom. Wat vind je leuk aan mij? Rick schept wel altijd op als een grote penis. Je mag wel penis. Hoe kan ik dat op Tinder zien? Oh, ik dacht, wat de fuck zit je aan mijn penis opeens? Maar hij legt gewoon mijn bio terug. En ik denk, wat de fuck moet je, man? Wat is dit? Als ik aan je penis zit, dan zit er nog een keer. Maar laten we daar rond even omdraaien. Wat vind je nou leuk aan haar? Anna is een van de enige mensen die ik ken die slimmer is dan ik. Ik dacht, fijn. Dat heb ik dacht nodig. Dat je ging zeggen, Anna is een van de weinige mensen die wel seks met mij heeft. Dat lijkt het op Tinder. Dat is dus ook de enige vrouw. Ik ga Tinder verhaal vertellen, oké? Okay? Ja, dat okay, is zo. Ik had eerst een vriendin. Hè, dat gebeurt soms. Lang is echt bepaald. En dan kun je natuurlijk niet Tinder. Dat is natuurlijk not done. Als je dan op Tinder zit als je een vriendin hebt. Ik denk het wel. Ja, kan gewoon. Heeft hij ook gewoon. Maar Joer heeft nu ook geen vriendin meer. Dus kijk. Ja, maar toen was het dus wel uit. Ik dacht, nou, dit is mijn moment. Ik ga op Tinder. Ja. En het is echt letterlijk vet om vrouwen lopen swipen. Maar gewoon nul mensen die zeiden, nou, die Rick jongen is leuk. Ik vond het een beetje zielig. Niemand wilde me. Had ik mijn interesse voor de grap op mannen gezet. Grappig man. Grappig voor de grap. Ik had letterlijk 20 mannen zo'n hartje gegeven. Ja. Ik gaf ze wel allemaal een hartje. Ik vond het moeilijk om te zeggen, deze wel, deze niet. Ja, dan moet ik gaan keuren of ik met mannen wil daten. Dus ik heb er gewoon 20 wel gedaan. Ja. Had ik meteen 11 matches. Ja. Zelfvertrouwen. Ben helemaal terug. Bam. Ja, maar en toen had ik Anna. Het gele punt is, tussen de mannen. Nee, toen ging ik weer even terug naar de vrouwen. Dan straks heb ik een match en sta ik ondertussen op mannen en dan telt het niet ofzo. Ja. En toen, toen was deze chick. Ja, het gele punt is, wij mannen. Wel lot dan hoor, gewoon. Wij mannen kijken gewoon niet naar uiterlijk, weet je. Dat is gewoon het gele punt. Dat is gewoon de conclusie die we kijken niet naar uiterlijk. Maar vrouwen wel. Tinder is vrouwen wel. Vrouwen kijken naar uiterlijk, mannen niet. Mannen zijn gewoon alles. Ik kinder gewoon zo. Ja, dat is Tinder. Ik kijk niet eens en dan zie ik wat voor matches. En dan denk ik van die vrouw, oh je hebt me geliked, je vindt me mooi. Nee, ik weet niet wie je bent. Ja. Weet je hoeveel matches ik ken op Tinder? Raad eens, doe een gok. Nul. Nul, lelijke hoofd. Jij denkt nul? Nee, ik weet, jij zei laatst nog, weer een match. Okay, ik denk 150. En jij? 69. 720. What? Dat is 720 keer meer dan ik! Maar dat is gewoon, de helft is gewoon ook echt gewoon een ding van, nee, het is gewoon niet lang zitten. Ik denk dat we hem zo wel een beetje hebben, jongens. Ondertussen heb ik mijn ultieme wapen gemaakt. Oh. Dus, ik noem het de dode ster. Nee, ik heb nog niet gezegd andersom, want ik leuk naar Rick. Oh ja, wat ik dan leuke Rick vindt. Echt super lief voor me. Zo is het alles waar je. Is dat serieus? Alles waar je op kan komen. Nee, echt. Wat kan je dan? Wat, dit is gewoon echt het moment. Je moet nu één ding noemen en dat is super lief. Dus jij wordt opgewonden van lieve mannen. Ja, dat wel. Dat wordt ze wel. Nou, ik kan vertellen, ik ben ook lief. Kijk kinderen naar Juri. Dus? Die willen dat al weten hoor. Ja. Oké, nou. Is het goed zo? Ik denk dat we hier wel eventjes uit moeten gaan knippen, ja. Want ik denk dat het toch wel een probleem gaat worden met deze twee nu. Nee joh, ik ga wel editen, ik ga ons erin zitten. Ja. Oeh, knipt erop de boot. Het is goed. Gaat het probleem worden deze twee, ja, straks? Ja, wat zien we dan? Straks, kijk eens. Check het laatste tijdje. Oké, nu wordt het een porno. Kijk, dit dus. Bedankt voor het kijken naar deze video. Check vooraf de linkjes van deze twee mensen die bij ons te gast zijn vandaag. Daar ben ik. In de beschrijving. Ik ben ja, dus mijn kanaal en Rick's kanaal natuurlijk. Dat denk ik niet. Dan zie je ons volgende week. Ah jongens, we zijn aan het normaal jongens, het aftitelen. Tot volgende! Niet vechten! Kijk uit! Thee! Heet de thee! Oh nee! Oh.
Tot volgende week vrijdag, jongens. Bedankt voor het kijken. Laat een groen duimpje achter. En vergeet niet te abonneren. Later!